Ex-militairen hebben vrijdag via Bakanatori op Radio SRS president Desi Bouterse om aandacht gevraagd voor diverse problemen. De ex-militairen voelen zich in de steek gelaten en willen dat de regering meer respect toont voor hun bijdrage in de jaren 80. Onder andere is er gevraagd naar een uitkering voor de militairen. U hoort een van de militairen die namens de rest sprak. Hij introduceerde zichzelf als Jerry. Ja, ik wilde zo stellen dat ik zou willen praten. Niet individueel, maar namens een kleine groep. Lees groot, kleine groep. En daar heb ik het over de groep van die militairen die in de binnenlandse oorlog gestreden hebben. En die eigenlijk, ondanks ze hun leven op het spel gezet hebben voor het land, niet voor zichzelf, niet voor de president of voor wie dan ook, maar voor het land, hebben ze tot de dag van vandaag nooit niet eens een meer gekregen, niet eens een meer. En de militairen van nu krijgen nu, als het ware, dat wat zij zouden moeten krijgen. Dus wat ze krijgen, verschillende toelages en zo, detacheres toelages. En ze zijn in nieuwe gebouwen, mooie gebouwen. Wij waren in oude gebouwen waarbij je acrobatisch veel aan de dag moest leggen om een bepaalde plaats te bereiken waar je slaapt met bloedzuigende vleermuizen en ratten. Dus eigenlijk veel aanbeeringen ondergaan. Ik heb het over die groep die in feite... Wat mij voorstelt is graag een eenmalige uitkering als gebaar van kijk, we hebben het waardeerd. De president beloofde samen met de legerleiding te werken aan een oplossing voor de problemen aangekaart door de militairen. Komt dat in zo eigenlijk in het begin een groep van de Mansang Fiti in de Binnenlandse Oorlog, een organisatie met drangen. En we begrepen dat samen met een sociale dienst, we zijn in staat voor... Zit een aantal projecten, like, voor ze hebben ook toe onder dokter Hasrat, meneer, wat heb je nog een beetje hoe je het weer? Meneer Ami. Ik denk dat ik een pisbroeja kon bij een losmansleider aan. Smansan zwaai af gewoon, de mansleider. Als een kotter een wanbeetje groep waardoor een verwarring komt tussen de echte mansan in de Binnenlandse Oorlog. En gewoon militairen die zijn afgezwaaid. Maar we trekken actie dus mee. En een belangrijke actie. En samen met de legerleiding. We brokken er een appetitie. Maar dan wel voor de mensen die gestreden hebben in de Binnenlandse Oorlog. Bedankt. President Desi Bouterse afgelopen vrijdag in Bakanatori op Radio SRS.